Dit programma wordt u aangeboden door het Rotterdamse Uitbureau en Luxor Theater Rotterdam. Bijzonder goedenavond, welkom bij TV Rijnmond en welkom bij Dave on Stage vanuit de Rijnfoyer in het nieuwe Luxor. Hele mooie gasten vanavond. Met veel trots presenteer ik Tom Hofman. Hij schitterde ooit in My Fair Lady Chicago. Kan ook heel mooi fotograferen, misschien dat we daar straks ook nog even over gaan praten. Maar speelt nu de vader van Anne Frank in Je Anne. En we gaan lekker dansen met de Soul and Disco Brothers. Soul and Disco Brothers, 8 en 9 december in het oude Luxor, jongens. Ga even chillen, even uitkomen, even uitdampen. Jullie komen straks nog terug. Wij gaan naar de thuiskunst, Tom. Hier in de stad Rotterdam roepen wij mensen op om, als ze hun kunsten zeg maar, op zoldertje doen, om toch een keer in het voetlicht te treden. En vandaag hebben wij te gast Tony Koeman. Ja, Tony. Ik wil toch eerst eventjes weten wat je nou in het dagelijks leven doet. Ja, gewoon werken. Gewoon werken. Een fulltime baan? Nee, 4 dagen in de week. En wat doe je dan precies? Ik kook voor andere mensen. Je kookt in een soort restaurant, kantine? Een kleine kantine. In een kleine kantine. Dus dan heb je tijd over om je hobby uit te voeren. Ja. Zo 's avonds en na de middag. Ja. En wanneer is dat zeg maar zomaar gekomen dan? In de afgelopen jaren schilder ik wat meer. Ik heb altijd wel getekend en geschilderd. Maar de afgelopen jaren ben ik gewoon wat meer aan het schilderen, omdat ik het steeds leuker ga vinden. En wat vind je er dan zo leuk aan? Maar wat vind je er dan zo leuk aan? Steeds beter. Als je veel schildert, dan kom je ook steeds verder. Nou, misschien kunnen we je helpen. Want ze was al een keer bij ons te gast. Monique Suddorp komt erbij. Ze is van DutchArt.nl. En dan mag je nu eens voor de verandering aan deze kant van me komen staan. Ja, dit is het werk van Tony. Ja. Nou, waanzinnig. Je had me al heel gauw zo'n klein pixeltje gestuurd via een computer. Maar ik wil... E-mail is dat gewoon, met een bijlage. Ja, dat... ik ben blond, je weet het, hè. Natuurlijk ook nog. mag ik van dichtbij kijken? Ja, natuurlijk. Je mag het alleen niet aanraken, hè, Tom? Nee, dan mag ik het museum ook niet. Nee, maar goed... Waar kijk je dan naar? Ontzettend fijntjes en heel dun geschilderd. Dat is afgrijselijk knap. Dat is gewoon vakmanschap. Ja. Ja, dat kan je, ja, dat is echt heel moeilijk. Is het erotisch of is dat, heeft dat er dan weer niks mee te maken? Ja, dat zie ik. Als jij dat erin ziet, is het erotisch. Ja, maar... heel eetbaar ziet het eruit, laat ik zo zeggen. Ja. Nee, maar dan het is goed dat je het zegt, want dat is volgens mij een beetje wat we bedoelen. Ieder kan er iets anders in zien. Maar Tony gaat stapje voor stapje voor stapje. Kan je haar nog zeg maar, in wat treetjes helpen? Ja, dan is mijn eerste vraag, waar wil je naartoe? Ja, Tom, waar wil je naartoe? Ik wil gewoon verder en het naar mijn zin hebben met schilderen. Ja, maar tijd dat je het voor jezelf doet is denk ik een beetje voorbij, toch? Als ze dat zou willen, wel, ja. Is Anne
wil ik wel meer gaan exposeren. Niet zo bescheiden. Ja, nou, kan ze exposeren bij DutchArt.nl? Ik doe het wel gewoon. Okay. Dat is heel direct de vraag. Dan wil ik graag wat meer werk van haar zien. En dan wil ik wat intensiever met haar praten. Met name waarom ze bijvoorbeeld cupcakes neemt. Want wat zit erachter? Want voor mij is een schilderij eigenlijk een boek. Dus dat is een heel verhaal. En het is alleen visueel. Het is geschilderd, een geschilderd boek. Zo is het ooit begonnen ook met de raamschilderingen in de grote kerken. Dat was ook eigenlijk de geschilderde Bijbel. En in feite is dat niet zo heel veel veranderd. Dus dan zou ik moeten weten wat ik lees daar. Nou, ik zou zeggen, leg het eruit. Hallo. Waarom cupcakes? Applaus voor Tony en voor Monique. Jullie mogen daar. Ja, en als je nou zelf denkt van dat kan ik ook aanmelden met een pixeltje in een computer. Nee, gewoon even een mailtje sturen naar davonsteedsapenstaartjerijmond.nl. Ja. Straks sta je samen met andere castleden 2 dagen in Rotterdam. Drie. Drie dagen in Rotterdam. Ja. En er is altijd heel veel aanbod op cultureel vlak. En daarom hebben we Serge van Mario van het Rotterdams Uitbureau. En die brengt elke week wat nieuwe tips. Kijk. Ja, dat doe ik niet zelf. Hallo. Fotografeer jij eigenlijk ook? Of, Nee, ik kom niet verder dan vakantiekiekjes. Vakantiekiekjes. Ja. Nee. En natuurlijk wekelijks bij ons de tips. Ja, de tips. Maar die fotografeer ik niet. Nee? Nee, ik ga alleen kijken. Want en meestal mag je in het theater niet fotograferen. Dus dat doe ik dan ook heel braaf niet. Keurig zeg. Ja. Dat is een keurig jongen. Ja, ik ben heel keurig af en toe. Maar goed, de tips voor deze week. Ja. Nou, we hebben rampentampen in Theater Walhalla. Ja, dat kennen ze. Ja. Ken jij het ook? Dat gebeurt in heel Rotterdam volgens mij. Maar we rampentampen wat af hier. Inderdaad, in de hele stad. En ze hebben het nu... Nee, het is een beetje een gekscherende naam natuurlijk. Maar het is een beetje een knipoog naar alle negatieve nieuws en berichtgeving die we over ons heen gestort krijgen. En Dick van der Toorn en Debbie Korper die wilden een wat luchtiger programma. En ze noemen het zelf een tsunami aan gezelligheid. Die wilden ze maken en dat hebben ze gedaan. Ja. Dick van der Toorn kennen we van Lang en Gelukkig, van het Rood Theater, maar ook van Koefnoen, waar die typetjes in speelt. Een enorm talent. Maar nu in het tsunami van gezelligheid, hoe moet ik me dat, is dat handjes in de lucht en Frans Bauer liedjes? Ja, het worden slagers. Kijk. Slagers, echt enorm meezingen. Ze spelen een duo dat in 1997 de Schiedamse Soundmix Show net niet heeft gewonnen. Zonde. Ze zijn derde geworden, maar ze zijn wel professioneel BN'er geworden. En nou ja, die zullen al hun hits ten gehore brengen en alle komische verwikkelingen die daarbij horen. In Walhalla? Theater Walhalla. Dus je zit er echt bovenop. Het is een heel klein theater. De tweede tip? Tweede tip. Festival Jazz International. Rotterdam is al jaren een jazzstad. En zeker sinds North Sea Jazz Festival is dat enorm in de lift gekomen. Ja, maar dat is toch nog niet zo lang, dat North Sea Jazz. Het is dat Den Haag het niet meer wilde of niet meer kon betalen. Dat wij dat nu hebben, toch, Rotterdam? Ja, dat klopt. Maar is dan Rotterdam al jaren een jazzstad? Ja, al jaren. Ja. Nou, het is... Dizzy. Dizzy, ja. Nou, Jazzcafé Dizzy. Tom is er waarschijnlijk al geweest. Ja, iedereen is daar toch geweest. Daar ben jij toch wel geweest, of niet? Nee? Oh, man. Daar hou je niet van natuurlijk, jazzmuziek. Jazz, jawel, vind ik hartstikke leuk. Maar dat hebben we vorige keer al over gehad. Ik ben van de toegankelijke jazz. Ja. Niet nou, dan van moet je zeker naar Dizzy's gaan. Oh. Maar niet alleen Dizzy's. Jawel, dat ben ik wel geweest. Kaasfondue. Ja, nou, zie je wel. In de zomer in de tuin, ook lekker kaasfondue. Maar tijdens Jazz International, dat is dit jaar voor de 10e keer alweer. Dus het is echt al een flinke tijd dat die podia zich verenigd hebben met Jazz International. Festival Jazz International staat in Jazzcafé Dizzy, maar ook in De Unie, De Doelen, Lantaarn Venster als nieuw jazzpodium. Dus door de hele stad. En ze hebben onder de noemer Personal Voices hebben zij gevraagd aan jazzmuzikanten om te programmeren als gastprogrammeur. En dit keer Michiel Borslap, die een heel programma heeft samengesteld. En van 16 tot 21 november is dat dus in al die podia te zien. En het is echt waanzinnig. En er zitten zeker ook hele toegankelijke stukken tussen. Nou, ik ga mee. Ja, nou, hartstikke goed. Ik kan, nu al. Mooi. En dat doen we altijd aan het einde om iedereen nog meer te motiveren om iets te bezoeken in de stad. Geven we gratis kaartjes weg. Want dan is echt de drempel zo laag, hè? Ja, echt. Maar dit keer wordt de drempel ietsje hoger. Je moet vroeg je bed uit. Ah. Ja, het is de zondagochtendconcerten in De Doelen.
Dat is een serie concerten die zij dus op zondagochtend vroeg programmeren. Dat is echt 's morgens om 9:45 gaat die zaal open, of de foyer. Koffie en gebak en gewoon op nuchtere maag erin. En, nou, blijf je zeker thuis, of niet? Nee, ja, het ligt eraan wie er optreedt. Okay. nou, en om 11 uur dan begint het concert zelf. Wie? En deze keer is het Willeke Alberti. Oh, ja. Nou, ze brengt al haar bekende nummers. Nou, wat ik heel leuk vind, is om dat soort muziek... Ik bedoel, het is ook lekkere luistermuziek voor een zondagochtend. Dan moet je ook niet zo'n zwaar concert in een podium als de doelen hebben. Maar dan moet je gewoon wat lekker lichts hebben. Nou, Willeke Alberti, die staat daar met muzikanten en backings. Staat ze daar een concert te geven met al haar bekende nummers. Maar ook de nummers van haar nieuwe cd, waarop ze allemaal Toon Hermans liedjes vertolkt. Dus daar willen we graag kaarten voor weggeven. En hoeveel gaan we weggeven? 2 keer 2. Moet u nu mailen naar davonstage@rijnmond.nl en tik er nou even bij waarom je het heel erg leuk vindt om op zondagochtend heel vroeg naar Willeke Alberti te gaan. Volgende week weer? Ik denk het wel. Blijf zitten, want we gaan nu luisteren volgens mij naar een heel mooi nummer, Lieve Kitty. Gezongen door jouw collega uit Je Anne. Abke Bruins. Wil jij het aankondigen? Ja, laat ik dan even iets. Het is een voorstelling die gemaakt is, gebaseerd is op de dagboek van Anne Frank. En daarin speelt Anne uiteraard de absolute hoofdrol. Ik met nog 7 anderen zijn dus een heel stuk minder belangrijk. En Anne wordt werkelijk fantastisch gespeeld en gezongen door iemand die net van het conservatorium komt in Tilburg. Je moet goed opgeleid zijn als zangeres om dit te zingen, want het is werkelijk adembenemend mooie muziek. Okay. En haar naam is dus Abke Bruins. Wij zeggen stiekem Abke Frank de hele tijd, omdat ze het bijna is. En ze is hier en ze gaat voor ons zingen. Ze gaat zingen Lieve Kitty. Lieve Kitty, ik ben 13 jaar oud. Waarschijnlijk interesseert het niemand iets wat ik hier nu schrijf, maar toch schrijf ik op wat ik op mijn hart heb en met niemand anders deel. Mag ook mijn zuster en mijn ouders denken dat ik nog een kind ben met vlechten. Op school doe ik mijn zin, ik heb er ook vriendinnen zat, maar het zijn geen echte. Dus jij wordt mijn vriendin, lieve Kitty, lieve, lieve Kitty. Ik vertel je alles, ik vertrouw jou dingen toe, die ik niemand durf te zeggen, mijn diepste hartsgeheimen. Jij zal mij tot steun zijn, jij neemt mij zoals ik ben. Bij jou speel ik geen komedie, bij jou voel ik me veilig. Ik schrijf zo vaak ik kan. Je Anne. Ze lijkt er inderdaad op. Ja, maar wat nog belangrijk is, zoals zij zingt, is eigenlijk hoe Anne Frank vroeger schreef. Het is heel kwetsbaar, het is heel twinkelend, fonkelend. En haar stem is precies zoals Anne eigenlijk qua karakter in elkaar zat. En bij elke repetitie de laatste 5 weken tot nu toe zitten wij, en het gebeurt weer bij mij, ik luister ernaar en je schiet bijna vol. Het heeft zoiets moois en kwetsbaars. En dat doet Abke al 5, 6 weken. En, alle spelers zijn helemaal in de ban van hoe zij het doet. Want toen jullie zeg maar aan dit project begonnen, bedoel, we kennen het dagboek allemaal, volgens mij hebben we het allemaal gelezen. Als je het leest, lees je geen musical. Nee, musical is ook een gek woord, hè? Ja. Ja. Is het een musical? Nou, men noemt het musical omdat er natuurlijk muziek in zit. Ja. En dan schrijf je het snel in het kopje, dan plaats je daar als musical, maar ja, het is eigenlijk een soort muziektheater, vind ik. Ja. Ja, en iedereen mag het vinden zoals hij het vindt, toch? Wat dachten jullie zelf toen je hoorde van we gaan het dagboek
een voorstelling van maken. Laat ik het dan zo in plaats van. Nou, er zijn al heel veel versies van gemaakt. Ja, er zijn ook mensen die daar heel kritisch over zijn. Ja. Maar waar leg je dan de grens? Er is natuurlijk een mooi toneelstuk gemaakt een jaar of 20 geleden met Jip Wijngaard in de hoofdrol. Mag dat dan wel, denk je? Ja, dat mag. Er is nu een stripverhaal uitgekomen van Anne Frank om juist de jeugd te bereiken met dat verhaal. Dat mag ook als je het maar allemaal vanuit de zuiverheid probeert te vertellen en probeert dicht te blijven bij wat Anne Frank heeft geschreven. En bij ons is het eigenlijk een soort serieuzere muziek geworden. Er wordt niet in gedanst. Je zult geen knappe dansers of danseressen over ons podium zien hollen. Geen draaischijf. En ze hebben niet die kostuums zoals die fantastische soulzangers die we net hiervoor zagen. Nee. Het is heel intens en heel sober. En het is vooral teksten en muziek. En eigenlijk kan je bijna zeggen, we bewegen nauwelijks. We hebben scènes tussendoor die realistisch zijn. Ja. Maar daarna wordt er weer een lied, bijna concertachtig gebracht. En het brengt je heel dichtbij bij hoe die mensen zich in het achterhuis gevoeld hebben. Bij de geschiedenis van die tijd. Want er zit toch veel meer in dan je zo op het eerste moment realiseert. Want het achterhuis heeft zoveel elementen. Het dagboek van Anne Frank. De verhoudingen tussen die mensen daar. De verhouding tussen Anne Frank en haar moeder en haar vader enzovoort. De oorlogstijd, de angst die ze hadden, maar ook de vrolijkheid om die angst te overwinnen. En al die dingen zijn prachtig in die muziek verwerkt. En het is geen musical, het is gewoon een hele mooie vertelling op muziek, vind ik het. Ja. Je hebt zo'n ontzettende lekkere dictie. Heb jij dat niet? Ja, maar ik ben ademloos, bijna als een vader. Dank je. Ja. Je zegt nog net niet opa. Nee, helemaal niet. Nee, ik wou dat je mijn vader was. Nee, maar ik heb van Tom heel veel geleerd, ook qua articulatie, hoor. Ja, het is fantastisch. In het theater. Dat ik de zetten goed moet uitspreken. Dus dat is wel... Wat dacht je toen je hoorde dat je met... Nou. ik kreeg het script... Je kende hem niet. Zeker natuurlijk niet. Mijn moeder vooral, hè. Ja. Oké, ik moet naar het station. Doei. Ik zal geen grappen maken maar over van de trein TV, die klaar staat. Tom is vrij populair. Hè? Ja. Maar in ieder geval, toen ik het script binnenkreeg van onze productie, toen zag ik dat het dus ook wel... het is vanuit Anne geschreven. Dus ik dacht van, ik ben nog maar 2 maanden geleden afgestudeerd. Hoe ga ik dit doen? Ja. Weet je, waar haal ik dat vandaan? En ik speel met zo ervarende acteurs op een podium, dat ik denk van, dat vind ik heel spannend. En natuurlijk Tom Hofman, die ik ken van tv en mooie films heb zien spelen en series. Ja, dat is heel spannend. Ja. Dus... Maar nu het aardige, ik ben echt alleen maar de lijstduur. Je hebt in politiek mensen die duwen een lijst. Ik ben hooguit een lijstduur. Want de voorstelling wordt helemaal gemaakt en gedragen. En dat is geen goedkoop reclamepraatje. Nee, maar ik vanaf de eerste dag van de repetities kijken wij en luisteren wij alle 7 andere onderduikers naar die Abke die iets van 12 of 13 of 14 liedjes zingt. En ik niet één eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ja, we kijken ademloos naar haar hoe ze dat doet. Dit is nog maar 1 voorbeeldje, want ze doet de nachtmerrie, doet ze prachtig en aangrijpend. Het eindlied doet ze geweldig. En ze heeft in al die weken nog niet 1 keer van de zenuwen een woordje vergeten. Alles was vanaf begin af aan helemaal gekend. En ik zit met bewondering naar haar te kijken. Ik denk, godallemachtig, dat iemand van 24, toch? Ja. Dat al kan. Het is ongelooflijk. Daar leer ik dus weer heel erg veel van. En zij pikt misschien weer iets op van de acteurs met meer acteerervaring. Ja. Maar wat zij met muziek doet en hoe ze... Ik weet zeker dat we nog heel veel van haar gaan horen na deze voorstelling. En ook al zodra deze voorstelling op 1 november officieel... Wij spelen 17, 18, 19 Ja, ik wou net zeggen, we kunnen het november, allemaal gaan zien hoe mooi jij speelt. 17 tot en met 19 november in het Oude Luxor Theater. En is het, laatste vraag, want op veel middelbare scholen wordt de Tweede Wereldoorlog niet eens meer behandeld omdat docenten niet weten hoe ze het überhaupt aan de leerlingen moeten vertellen en uitleggen. Ja. Is dit nou juist een voorstelling om met z'n allen naartoe te gaan? Ja, je kan een boek lezen over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar dit is een heel mooi onderdeel daarvan om te kijken van hoe mensen daar hebben geleefd in die tijd en hoe zwaar dat was en hoe men dat in die tijd hebben beleefd. Ja. Dus...
Mag ik daar nog iets korter? We hebben al voor gemengde publieken gespeeld. Ja. Ouders met kinderen. Mm-hmm. En die reageren allebei heel verschillend. Dat is heel grappig. De ouderen meer in shock. Ja. En de kinderen meer reagerend op de humor die Anne heeft. Ja. En dat is precies de verhouding in het achterhuis. De ouderen zijn heel erg gedeprimeerd door de angsten. Ja. En Anne, die begint dat door elkaar te halen. Die reageert daar heel frivol. En eigenlijk heeft hij door de jeugdigheid de kans om te ontsnappen aan het donkere. En dat was precies wat er gebeurde in de zaal. Mm-hmm. Dus, en er loopt ook een tentoonstelling mee met informatie over de Tweede Wereldoorlog en de onderduikers. En het is reden te meer om voor het gezin eigenlijk. Ja. Om er naartoe te gaan. Ja. We laten dit achter. We gaan swingend eindigen. Ja. Blijf lekker zitten. Mm-hmm. U thuis ook. Ja, hi. De Sol en Disco Brothers nog een keer. Geef ze een applaus. Hebben jullie nog een eindpose? Dat was het gewoon. Omri, hè? Ja, dat klopt. Uit Rotterdam. Uit Rotterdam. Die gaan voor. Eigen volk heer, zeg ik altijd maar. Jawel, ja. Hey, de jongens, de Sol en Disco Brothers. 2 dagen in het oude Luxor. Een mooie tegenstelling met Anne Frank kunnen we volgens mij niet hebben. Heel erg stil, heel erg toneel. En dit is heel, heel erg muziek. Eigenlijk alleen maar muziek, want volgens mij praten jullie nauwelijks tussendoor, hè? Er wordt wel gesproken, maar het is voornamelijk zang en dans. Soul en disco, wat is je eigen favoriet? Eigen favoriete nummer is eigenlijk Ceylon. Veel harmonie en veel interactie met het publiek. Dus voelt altijd lekker. Wat gaat het worden daar in dat Luxor? Eén groot feest. Ja. Absoluut. Ja. Feest. En feest. Nee, maar is het echt zo van, we gaan naar binnen, we gaan zitten, het doek gaat open, jullie gaan beginnen, we staan op met z'n allen en we gaan 2 uur lang alleen maar swingen, dansen en, 9 van de 10 keer wel en in Rotterdam verwacht ik niks anders, toch? Ja. Toch? Ja, nou, zij gaan allemaal.
En u kunt thuis ook gaan, hè? 8 en 9 december in het Oude Luxor. Jongens, onwijs bedankt dat jullie er waren. Jullie bedankt, heel veel succes. En tot volgende week zeg ik tegen jullie thuis. Tot ziens! Het plakt een beetje. Het is een beetje ik ben blij dat ik hem niet aan heb. Niet meer op, nee toch? Heb maar dat. Ook de achterkant kunt u zien. Aanstaande zaterdag. Dit programma werd u aangeboden door het Rotterdamse Uitbureau en het Luxor Theater Rotterdam.